En jij, goedemorgen, welkom bij deze zondag. Mijn oog is dik en opgezet. Ik voel me net een soort van Notre-Dame Quasimodo. Jeff heeft croissantjes voor ons gemaakt met chocola en neutraal. En we eten het met frambozenjam. En ik film hier Dagmar's voeten. Die heeft trouwens dezelfde sloffen. Of trouwens, eigenlijk heb ik dezelfde sloffen als wat zij Mijn heeft. nageaapt. Want ik heb haar nageaapt. Naapert. Ik geef het toe. Zo ben ik dan ook weer. Ik wil vreten. Doei. Nou, de oppas die niet gefilmd wil worden, heeft even ons kleine poppenkind in handen. En ik had spijt van mijn belofte aan mijn moeder. Sorry mam als je dit ziet, maar ik zou een focaccia brood maken en ik had er eigenlijk even geen zin in. Maar ik heb me toch mijn best gedaan. Dus ik heb het deeg gedaan en dat moet een uur reizen. Dus ik dacht, we rijden een uur naar mijn moeder. Dus we nemen deze gewoon mee. Slim van mij. So smart. En ik neem dan even een ui en knoflook mee. Nou, knoflook hebben ze daar wel. Neem even een uitje mee. En dan, mijn moeder heeft een tijdje geen uien gegeten. Dus ik weet niet of ze nog uien hebben daar. En tomaat hebben ze daar misschien ook wel, maar ja, die neem ik in ieder geval mee. En dan plans ik de rest daar wel in elkaar. En dan gaat hij daar een half uur in de oven. En komt helemaal goed. En de afgedankte appel van Vee nog even opeten. Ik weet niet wat dit is. Oh, dit is bloem. Ja, ik rij me later wel op. Says me every day. Ja, volgens mij ben ik er klaar voor. Dus dan gaan we naar de auto. Dag maar ook. En dan eindelijk af van dat gekke meisje. Maar wel handige oppas. En ja, dan gaan we naar mijn moeder rijden. Ik rij op de heenweg. We blijven daar waarschijnlijk slapen, want dat is mijn stiekeme plan. Jeff twijfelt nog. Hij weet nog niet dat dit plan werkelijkheid wordt. En dan gaan we dus of vanavond of morgen terug. En dan rijdt Jeff. Jeff moet morgen werken, maar pas om 10 uur dus. Ja, dan let's go. Bye. We zijn er. Mama heeft vegan taart gemaakt. En we hebben snoepjes. En pure chocoladeletter ICU. Ik heb een aroma gekregen. En meegenomen. En ik heb een focaccia in de oven. Andijvie-stamppot. En een volle tafel. Ik zeg tegen hem. En speciaal voor Vee. Aparte andijvie-stamppot zonder zout en bouillon en zo. En die eet Vee met een lepeltje. Echt heel schattig. Ze doet wel best wel vaak die kant. Ik vind het wel knap. Ah, lekker hè? Laat je neusjes zien. Mag je niet zeggen, Ine? Zo schattig. Ze zit helemaal onder. I think you're cute. Dat is wel de hele lekkere kant van de lepel hè? Wat is er? Maar ze doet ook echt mee aan het gesprek aan tafel. Helemaal schattig. Zeg het maar. En hier zit iemand te loeren op een toekomstig hapje. Oh, yes. Polly kijkt echt zo van, alsjeblieft, geef me eten. Ja, dat doet ook maar niet. Oh, zo schattig. Die kleine otterhoofdje. Oh, die reacties op die tv, dingen die op de tv gebeuren, zijn wel vaak. Ja. Ik denk aangezien Vee gisteren echt tante moeilijk in slaap viel en pas rond 2 uur of 3 uur dat we gingen slapen, merk ik nu dat ik echt kapot ben. Vee is ook dus, wij gaan toch maar vanavond naar huis. Gelukkig rij ik niet. Ik ga denk meteen slapen in de auto. Prima. Dus Jeff en ik, of Vee en ik gaan slapen. En Jeff die gaat rijden. En Jess heeft een vlecht gemaakt. Praat harder, dat is chiller voor de luisteraars. En ik zet tegenwoordig het volume van mijn vlogs harder. Hebben jullie dat al gehoord? Nee, sorry, echt niet. Oh. Ik hoor steeds dat ding tegen de camera aan het Ik heb hem vastgezet. Je hoort het nee, niet. Nee, slim. Bij de vorige hebben we nog gezien. Maar ik loop een week achter. Ik zet het geluid, zet wel het fucking hard. En dan ik denk dat ik in slaap van de auto, dus bij deze sluit ik hem denk ik misschien al af. Ja, of dan is het aan het fluisteren met Vee. Ja, hele goedemorgen, welkom bij deze maandag. Mijn wenkbrauwen zijn al minder opgezwollen. Wel heel rood hieronder nog. Daardoor lijkt het ook extra bruin. Maar ja, ik ben wel heel benieuwd wat de kleur gaat doen als die roodheid weg is. Ik ben ondertussen een klein beetje fijn aan het ruimen. Ik heb er een was in gedaan. Nou, mijn SD-kaart was zwaar vol, dus ik heb even het een en ander verwijderd. Maar ik heb een was gedaan en nu ga ik even kijken op gezondheid om ontbijt te vinden. En ja, een klein beetje de ravage proberen op te lossen.
Ja, dit is... What we're dealing with. De voorraadkast kan ik echt niet uitstaan. We moeten ook weer boodschappen doen. Dus ik wil eigenlijk echt even kijken wat we nou precies allemaal hebben. Zodat we ook daar dingen eindelijk opruimen. Camping een beetje hadden we geprobeerd toen Dagmar hier was. Was geen succes. Maar ja, we moeten ook even opruimen. Het is genoeg te doen. En volgens mij, tot mijn grote spijt. Ik zou Jeff er even over hebben. voor mijn gevoel doen die kerstlampjes niet meer. Ik heb meerdere dingen erin gedaan, maar hij doet gewoon niks. Dus dat is vet jammer, want ik vond die lampjes echt super gezellig, die ik gekleurd heb. Ik vond het soms wel een beetje chaotisch, maar ik vond het wel weer heel warm en fijn licht geven. Dus ik wou er wel een beetje van als ze kapot zijn. On the other side. Aan de andere zijde, we hebben ook, ik weet nog niet waar die liggen, maar ergens in huis hadden we nog extra kerstlampjes waarvan we niet echt wisten waar we ze zouden hangen. Dus als ze kapot zijn, dan kunnen we in ieder geval die andere daar hangen. Maar ja, ik denk dat ze dus weg moeten. En we willen ook nog een keer Marie Kondo doen, voor mensen die Marie Kondo niet kennen. Van al je shit uitzoeken, daar komt het eigenlijk op neer en heel veel wegdoen. Of in ieder geval alleen maar behouden what sparks joy. En als ik zo om me heen kijk in het huis, dan is het zeker niet alles wat joy sparks voor mij. Dus ja, ik ben echt, nogmaals, volgens mij heb ik het al een paar keer gezegd, maar ik ben zo blij met deze thrift shop found ding. En echt leuk, want ik heb die andere nu even in de was, want ik had ze altijd in een zakje hier. Maar ik ben wel benieuwd of ze allemaal passen. Maar ik vind het echt veel chiller dit. En die ander vond ik eigenlijk te groot. Daar heb ik nu rijst in gedaan. Dat was deze van de Xenos. Maar ja, die was zo groot dat die doekjes kwamen echt tot hier of zo. Dus dan had je elke keer zo leegte. Ja, ik weet niet. Ik vond het toch een dingetje dat het dan elke keer er heel leeg uitzag. Terwijl het soms helemaal aangevuld was. En ik vind het juist wel satisfying als hij dan bijna helemaal vol zit. Ja. Goed, dit is de voorraadkast situatie that we're dealing with. Het wordt echt steeds erger hoe meer je naar beneden gaat. En dan hebben we hier allemaal afbakbroodjes en shit. Dit kan echt niet. Ja. Oké, dit ziet er in ieder geval al beter uit. Dit allemaal netjes gedaan. Plantenbak leeggegooid en uitgespoeld. Die gaat waarschijnlijk naar de berging bij mijn moeder. Hi man, I see you. Sorry. Of om mijn bed. Ja, die stoel moet straks weer terug, maar natuurlijk wel als Vee wakker is. Afwas deels gedaan. Deels staat nog weer in, maar het past niet meer. En ik besef me ineens dat ik nog niet eens ontbeten heb. Dus misschien moet ik dat gewoon even gaan doen. En de koelkast uitzoeken en voor vanavond nog pompoensoep. Maar verder hebben we eigenlijk niet heel veel eten meer in huis. Want de weekvoorraad is gewoon weer op. Dus, ik denk dat ik deze neem als ontbijt. Wat wil ik nou verder zeggen? Ja, dat we weer dus een bestelling moeten doen. Waarschijnlijk bij Jumbo en ook weer deels bij Pieter Pot. Zodat we weer plasticvrije boodschappen hebben. Deze flesjes spuilen namelijk ook uit. Is dit leeg? Nee, er zit nog azijn in. Doe ik wel even in de wc om de wc schoon te maken. Kijken of ik deze ravage kan aanpakken. Ik wil ze ook echt komari doen hieronder. Want dit is ook echt een probleemkastje. Nu weet ik dat dat koffiezetapparaat lekt. En Jeff gebruikt hem eigenlijk nooit meer. Dus ik was heel blij toen ik Jeff eindelijk zover kreeg dat we die weg gaan doen. Ik dacht eerst ook kunnen we al naar de kringloop brengen. Maar het koffiezetapparaat lekt. Dus ik denk niet dat iemand daar nog blij mee is. Dus die moeten we gewoon even bij het oud vuil zetten. Ik kan echt niet wachten om een keertje samen echt ons hart te maken om dingen op te ruimen. Ik ga vandaag ook nog misschien even kritisch kijken naar wat er van mij opgeruimd kan worden. Want ik zie altijd makkelijker Jesse troep dan mijn eigen troep. Dat is voor mij wel een handicap. Dus ja, maar eerst maar even ontbijten. Yes. Lekker wijfie. Vee is dus echt doodsbang voor de stofzuiger. Dus ik wilde net stofzuigen. Ja.
Maar toen moest ik meteen huilen. Dus voelde het eigenlijk een beetje zielig. Dus ik heb een deel stof gezogen. Want ze kruipt echt meer rond. Dus ik heb je even stoelpoten afgenomen. Ik heb even de hoekjes schoongemaakt. Dan maar met een soort van dweil. En met de spray en wc-papier. Want ze kruipt nu echt overal rond. Jeff moet ook echt die kabels wegleggen. Dus blijf er goed bij. Ik heb nu dat speelmatje neergelegd. Die vindt ze blijkbaar nog steeds leuk. Ja, ik moet deze zooi ook nog opruimen. Ik heb in de tussentijd even dit mandje uitgeruimd. Het is nu wel wat netter. Ook al ziet dat er misschien niet zo uit. Maar gelukkig zit het in een mandje. En dan deze maar even doen. Nou, de kerstlampjes zijn vervangen. Die lagen toch maar ergens. We wisten niet waar ze moesten, dus eigenlijk komt het wel goed uit. Hier lampjes. En Vee die zich inmiddels ook optrekt aan het tafeltje. Dit lijkt alsof er viesheid ligt, maar ik heb dit afgenomen. Dit is namelijk gewoon beschadiging in het hout. Het tafeltje is wel schoon. Ja. Ja. Nog even dekentje, kussentjes netjes leggen. Poppenkind. Die vond ze ook leuk. En ze vond dit ding ook heel leuk. Veetje zit er al klaar voor. Ik ga aan het overige broodje Laplace, wat nog in de koelkast lag. Broodjes, banaantje voor Vee en een wortel uit de vriezer. Dus met een stukje bloemkool eraan. Dus ik ga even heet water overheen gieten. Nou, ik heb de was er even uitgehaald. En weer een nieuwe was erin gaan. En nu ga ik eens eten. En Vee heeft een banaantje en een worteltje. Oh. Schattig. Ja. Yes. Lekker hè? Ik heb niet meer genoeg voor nog een tweede broodje. Deze leeg, ik heb die bladeren hierin getiefd. Dus ik ga deze zo eten met vegan kaasjes die Dagmar voor mij meegenomen heeft. Dus wordt vervolgd. Oké, plot twist. Ik had nog één broodje genoeg, dus ik ga van dit vegan kaas nemen. Morgen weer een dag. Dus dat. Of misschien vanavond bij de soep. Maar ik zit eigenlijk te twijfelen om misschien rijstvellen te eten vanavond. Aangezien we wel daar allemaal ingrediënten voor in huis hebben. Dus misschien dat ik dat ga doen. Ik ga het even aan je voorstellen, want dan weet ik niet of hij nog soep wil. Of dat hij iets anders voor zichzelf houdt. Dus dat. En ik zit nu te twijfelen of dat ik ga chillen. Of dat ik het huis ga schoonmaken. Maar ik ben heel chill dat Vee nu slaapt. Nou, ik ben helemaal zen. Ik heb een vlog van Elise Boers helemaal afgekeken. En meerdere wasjes gedaan. En lekker genoten van de lampjes. Het is zo gezellig eruit zien. En deze ook. Maar je gelooft niet, maar deze meid. Veetje heeft 2,5 uur, meer dan 2,5 uur geslapen. Echt heel lang. Dus ik ga haar nu eruit halen. En dit opruimen. Dit was gevallen, maar ik durfde het niet op te ruimen. Want ik dacht, misschien maak ik het lawaai. Mijn Vee is ook als de dood voor de stofzuiger. Dus ik durfde ook sowieso niet stof te zuigen. En ik heb de afwas nog niet gedaan. Want ik was ook bang dat dat te veel lawaai zou maken. Maar wel even lekker tot mezelf gekomen. Dus dat is echt heel chill. Nee, als ik zo rondkijk, vind ik ons huisje ook best wel chill eigenlijk. Kijk, ik moet hier nog het een en ander opruimen. Maar ik vind ons huisje wel gezellig. En dit hoekje ook. I like it. Oké, nu vind je haar. Nou, het is weer zover. Je meid gaat rijstvellen eten. Het is 7 voor 6. Ja, ik heb echt zo'n honger en ik wachtte de hele tijd. Ik was al begonnen, hè. Met het preparen ervan. En duur nog een kwartier voordat je even klaar is. En dan waarschijnlijk nog 5 minuten voordat hij thuis is. Ik heb echt, het klinkt heel stom, maar geen kracht meer om 20 minuten te wachten. En daarnaast duurt mijn eten altijd super lang. Dus voordat ik überhaupt klaar ben, is iedereen echt al lang uitgegeten. Dus ik dacht, ik begin alvast. Ik had Jeff wel om toestemming gevraagd op WhatsApp. Niet dat hij al gereageerd heeft, maar ik heb het gevraagd. Oké, daar gaat het om. Dus je meid heeft het allemaal klaarstaan. Ik ga beginnen. Popkind laat ik nog heel veel spelen. En daarna geef ik haar... Kijk, ik toch altijd lekker serieus.
Daarna heb ik er een stukje banaan en bloemkool heb ik hier al met heet water. Moet even even ontdooien. Ik eet rijstvellen volkoren, die had ik ooit een keer gekocht. Dus ik dacht, hé, hey, laat ik de voorraadkast maar een keertje leegmaken. Dus ik kan niet wachten tot ik mijn eerste hap op heb. Ik ga eten. Oké, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik had zoveel trek dat ik een extra pakje noedels erbij heb gedaan. Ik weet niet of ik er laatst spijt van krijg. Maar ik maak er een noedelsalade van. Want de rijstvellen heb ik al een beetje opgemaakt. Ik dacht, dit is nog genoeg voor de volgende keer. En er is iemand thuis met vegan chocoladeletters. Priorities. Ja, Sinterklaas is voorbij, dus alle chocolade dingetjes. Is van mij. Sinterklaas is voorbij, dus chocolade is voor mij. Het ruimt dus, het is waar. Precies. Ik had bijna geen ontbijt meer, dus ik heb je even deze laten halen. Die was vorige keer best goed. En een citroen voor avondeten morgen. Ja, stuur maar tikkie. Oh, water. Oh, weer water. Ja, dat heeft ze nog niet gehad. Dat wil ze wel, denk ik. Oh ja, gulzig. Wow. Zeg je nou dat ons kind gulzig is? Zo drink ik ook altijd. Lekker. Hè? Zoveel haters. Meer eten, minder haat. Ja! Oh shit. Ik ben echt helemaal onder de indruk. Want de afgelopen week, zeker week, misschien wel weken, hebben wij Vee niet echt op een normale manier naar bed kunnen brengen zonder dat ze 10.000 keer wakker werd. En toen Dagmar er was, ging het zelfs tot echt diep in de nacht door. En vaak wil ze niet voor 9 uur slapen. En nu is het 7:50. En ik gaf haar de borst. En ik had haar ingewikkeld. En ik kon in één keer loskomen. En ik ga het even afkloppen, maar so far slaapt ze. Holy shit. Ik heb er nog nooit zo snel in slaap gekregen. Ik weet niet hoe dit gelukt is, maar ik ben blij. Dat is super chill, want nu kunnen we lekker op eens kijken met een theetje en chocola. En ik ga er even vanuit dat ze blijft slapen. Maar ik weet niet hoe ik dat arme kind te eten heb gegeven, maar ze slaapt echt perfect vandaag. Niet normaal. Holy shit.